Voor Baantje Begin breng ik acteurs normaal van huis naar set. Maar vandaag breng ik Horace Cohen naar de première. Mag ik met u mee? Ja, graag. Oh. Alle liefde. Hallo. Er flitsend uit vandaag. Nice, hè? Special day. Oh, ik vind dit soort gelegenheden om iets moois aan te trekken zo lekker. Echt? Ja. Vet. Nou, leuk dat ik jou naar de première mag brengen vandaag. Nou, let's go. Zou ik melden? Ze hebben een kat in de boom, misschien kan jij die er even uit. Misschien moet jij er naartoe, je hebt een zolang gepoest gehad. Donny, nu! Ja. Hij is allergisch. Nee, jij bedoelt poes. Jij speelt regisseur. Ja, Bax. Bax. Bax, Barry Bax. Barry Bax. Jij bent de slimme van de twee, zoals Ruben. hij is het. Ik ben de brains en hij is de power. Nice. Ja. En heb je voorbereid op die rol? Was het diep graven in de... Het leuke is dat ik als jonge jongen natuurlijk op een gegeven moment acteur wilde worden, ook door politieseries. En bij de politiefilms zoek je altijd uit wie je wil zijn. Dus die voorbereiding begon bij mij al toen ik 12 was, 13 was. Dan ga je al de inspector look of de, weet je wel, of hoe zou ik dit mysterie oplossen. Dat gaat allemaal door je hoofd, dus dat was wel een stukje makkelijk. En dan is het ook nog eens politie spelen met Ruben, die ik al helemaal leven ken. Hij speelde wel... Ja, want jullie zijn ook naast elkaar opgegroeid. Ja. Wat gek, toch? Dat is toch te en gek. Dat je dit dan nog steeds mag spelen naast elkaar eigenlijk, elkaar. Het is the gift that keeps on giving. Nou, hey. The gift on the kipping. En we zien jou dus ook in de serie terug. Ja. Leuk. We mogen nog heel lang van jou genieten. Ja, en ik mag nog heel lang genieten van werken met deze mensen en dit... deze heerlijke productie maken. Ik heb heel veel zin om alles weer een beetje terug te zien. Ja, het mooie is, ik kan een klein stukje verklappen. De film begint en dan is er nog niemand in beeld geweest. De begintitels en dan word je meteen de film in de jaren 80 ingezogen. Het is briljant en alleen daarvoor moet je naar deze film gaan. Ja. En dan ook nog eens omdat Waldemar en Tigo heel knap zijn. En Ruben en ik... Die mogen er ook wel wezen, hoor. Ja, dat was niet hengelen daarvoor, maar dankjewel. Nou, dankjewel. Alsjeblieft, ik vond het hartstikke gezellig. Dat ik jou hierheen heb mogen brengen. Is hier de ingang? Ja, hier is de ingang. Nou zeg, wat een feest. Dank je. Go for it. Oh ja, allemaal mensen. Hier, alsjeblieft. Keurig in pak. Dankjewel. Succes vanavond. Alsjeblieft. Hoi. Is hier de verjaardag van Baantje? Heb ik nog een plaatje?